Mijn taak is om de bonnen die in de pakketten zitten, om die in de pakketten te doen. Met het briefje, een begeleidend briefje dat van Nomineske afkomt, het pakket, en van de boodschappenmand. En waarom die naam Nomineske ook? Nou, omdat het toch behoefte is aan gevers van het geld, zodat wij die pakketten kunnen vullen en de bon kunnen geven. Die willen niet bekend worden. Die willen op de achtergrond blijven. En het bestuur van Nomineske ook. En hoe is het vanmiddag gegaan met al dat inpakken? Ging heel vlot. Je ziet dat het elk jaar beter gaat. Het waren nu 300 pakketten. Dat is een record. Meestal hebben we zo tussen de 200 en 250. Maar het ging heel snel. Het liep gesmeerd, om maar zo te zeggen. En waar gaan al die pakketten nu naartoe? Die gaan naar mensen die door de sociale dienst van de gemeente Almelo zijn geselecteerd. Mensen die in de bijstand zitten, met kinderen. Alleenstaande gezinnen. Dus eenoude gezinnen. En de pakketten gaan naar opgaven van adressen door de diaconie van de protestantse kerk hier in Almelo. En opgave van de boodschappenmand. Dus ze zijn nu ingepakt en nu komen de rijders. Die brengen 8 of 9 pakketten rond. En dat moet allemaal vanavond gebeuren. Dus hier is het gebeurd. En we wachten op een paar rijders en dan sluiten we het hier af.